geïnteresseerd. Aaron Droorda, toen jij van Heerenveen naar Excelsior kwam, heb je deze datum in je agenda omcirkeld? Nou, dat niet exact, maar wel. Ik wist wel dat die wedstrijd zou komen, ja. Dat is natuurlijk een hele speciale wedstrijd voor jou. Ja, absoluut. Het is een club waar ik heel mijn leven heb gespeeld. En dan kom je nu terug met een andere club. En, ja, dat is wel bijzonder. Dan neem ik aan dat jouw gevoelens voor Heerenveen nog altijd warm zijn. Is het moeilijk om morgen tegen ze te spelen? Ja, nee, het is niet moeilijk, denk ik. Het is gewoon een wedstrijd voor mij. En met een mooi tientje. En dat motiveert alleen maar om een stapje extra te doen. En je zegt een stapje extra doen, want ik neem aan dat je aan de trainer van Heerenveen, Ron Jans, wil laten zien dat hij niet de juiste keuze heeft gemaakt om jou in de winterstop te laten vertrekken. Nou ja, goed, ja, niet specifiek de trainer, maar ik wil gewoon voor mezelf een goede prestatie neerzetten. En laten zien aan iedereen dat ik daar hoor te spelen in dat stadion. Ja. Excelsior heeft nog niet gewonnen in Heerenveen, in competitieverband althans. Hoe kijk je tegen jullie kansen komend weekend? Ja, ik heb zelf ook een keer met Heerenveen tegen Excelsior gespeeld. Wonnen we ook vrij dik, geloof ik, met 5-0. En het is gewoon heel moeilijk voor ons om daar natuurlijk te winnen. Alleen Heerenveen zit ook niet in een makkelijke situatie op dit moment. En ze zijn zoekende en ze hebben het heel moeilijk na de winterstop. En ja, dat moet onze stimulans zijn om een goed resultaat neer te zetten. En ook voor onszelf is het lekker om een keer een uitwedstrijd te winnen. Dus daar gaan we maar voor. Hoe denk je dat het publiek van Heerenveen jou zou verwelkomen? Nou, ik ben al niet vervelend weggegaan of zo. En ik ben ook weggegaan met... Met de intentie dat ik terug ga komen, dus ik denk dat het wel positief zal zijn. Ja, want er was zelfs ten tijde van jouw vertrek de partij, de Friese Nationale Partij is geloof ik, die vragen stelde over jouw vertrek. Dus dat zegt wel iets over jouw populariteit daar. Ja, dat weet ik niet. Misschien alleen specifiek bij die partij, maar dat klopt. Ja, ze wilden me niet, de partij was het niet mee eens dat ik zou vertrekken, zeker niet definitief. Maar dat is ook niet, gebeurd, dus verder hebben we daar geen last meer van. Nee, buiten dat het een speciale wedstrijd voor jou is komende zaterdag, is het ook een hele belangrijke wedstrijd voor Excelsior. Want jullie moeten eigenlijk gaan winnen om dat gat richting Vitesse te dichten en zo daarna competitie te ontlopen. Ja, dat zeg je goed. En dat is de realiteit. En dat is ook het belangrijkste van die wedstrijd. En het gaat niet zozeer omdat ik nu tegen Heerenveen moet spelen, maar meer om de punten. Ja, dat moeten we gewoon realiseren. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.